Goedemorgen iedereen, het is dinsdagochtend. Ik ben om 7:00 opgestaan en ik heb vandaag online les, want de scholen gaan weer open. Of in ieder geval, mijn lessen beginnen weer. Dus ik dacht het is wel leuk om een soort online day in my life te filmen, online routine. Niet echt, maar... Alleen ik heb gewoon echt niet helemaal mijn dag, ik heb niet helemaal mijn ochtend, dus ik zit aan te twijfelen om deze video te stoppen. Maar ik denk dat ik hem toch gewoon ga doorzetten. Ik heb vannacht kei slecht geslapen en ik werd best wel misselijk wakker. Nu valt dat op zich wel mee, want ik heb wel gewoon ontbeten. Maar ik weet niet, ik zat tussen te stressen vannacht en opeens werd ik vannacht wakker. En ik dacht, wat als ik nog iets voor mijn werkgroep had moeten doen of zo? Terwijl ik heb de deadline van de vorige werkgroep gewoon gehaald. Dus ik ga dat nu ook gewoon meteen even kijken. Het is 8:30, over 3 kwartier begint mijn werkgroep. Dus ik ga zo gewoon even lekker chill mijn make-up doen, muziekje erbij. Waar is mijn telefoon? Ik heb nog nooit een online werkgroep gehad van dit vak. Alleen 1 live werkgroep. Dus ik ben heel benieuwd. Er staan kleine video's bij. Had ik dat moeten zien? Probably. Goedemorgen in ieder geval iedereen. Ik hoop dat jullie een iets betere dag hebben dan ik. Super leuk dat je er weer bent. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe het dan zeker even hieronder. Zou ik heel erg waarderen. Het is wel echt een mooie ochtend, jongens. Kijk. Oké, we gaan deze dag gewoon nailen. Ik heb goede dagen gehad met minder slaap, dus ik denk dat het wel goed moet komen. Alleen ik ben vandaag best wel druk en ik ga vanavond nog naar Sam toe. Dus dan moet ik even alles afzien te krijgen voor vanavond. En dat wordt wel een uitdaging. Maar vandaag ga ik jullie gewoon meenemen in een online les. Misschien mag jij gewoon naar school en vind je het gewoon leuk om te kijken. Misschien heb je ook online les omdat je op hoger onderwijs zit. En dan gaan we ons klaarmaken voor de les. Dus daarom is het heel belangrijk. Als je een onderzoeksvraag hebt, dan moet je zorgen dat je... Nog even lekker kennisclips kijken. Een kwartier van tevoren. Oké, mijn werkgroep is al aan, zeg maar. Het is gewoon op Teams. Ik ga eerst nog even mijn boek pakken wel, voordat ik erin ga. Het is nog maar 8:55 en mijn les begint om 8:45. Dus ik weet niet wat deze mensen hier doen, maar... Nou, dit is mijn boek voor dit vak. Het vak heet trouwens Practicum Wetenschappelijk Schrijven. En ik moet gewoon gedurende de werkgroepen een tekst schrijven. Dus volgens mij moet ik voor vandaag de inleiding schrijven, maar... I don't know. Ik zie nu staan boven de vergadering ter voorbereiding van de werkgroep doet dit en dit en dit. Heb ik niet gedaan. Nou, ik had dus half dit boek moeten lezen, heb ik niet gedaan. Maar dit is dus een heel saai boek over hoe je een wetenschappelijke tekst schrijft. Ah, ik krijg nog steeds anxiety van Teams. Oké, de werkgroep is een uur bezig. Zo, iedereen is weer terug. Praat zo wel. Succes. En we moeten weer in breakout rooms. Ik heb hier toch een pokkenhekel. Oké, ik ben klaar met mijn werkgroep. En dat is ook echt oprecht alles wat ik moet doen qua online les vandaag. Ik moet nog wel aan school gaan werken. Maar ik hoef niet meer... in een Teams meeting of zo. Want ik kan me nog herinneren op de middelbare school. Ik zat gewoon letterlijk van 8:00 tot 4:00 achter mijn laptop lessen te volgen. Maar op de universiteit is het gewoon heel anders. Ik heb nu op dinsdag, donderdag een werkgroep online. En dan vrijdag mag ik nog naar school. Omdat het een praktijkvak is. En dan kan ik mijn werkgroep dus gewoon op locatie volgen. Dat is wel heel chill. Dus zo zie je dat dat heel erg verschilt van de middelbare school. Maar ik moet wel echt best wel veel doen. Ik heb een best wel lastige opdracht gekregen. En ik heb voor donderdag een presentatie en voor vrijdag nog een andere deadline. Dus ik denk even na de kerstvakantie makkelijk beginnen, maar dat zit er helaas niet in. Ik moet even een zelftestje doen, want ik hoorde net dat een oplossingetje van mij positief is getest. En dan kunnen we verder met school, denk ik. Ik denk dat ik dat gelijk maar gewoon even ga doen, want ik zie er echt tegenop. Dus dan kan je het maar beter gelijk doen. Oké, ik heb net even een half uurtje met 2 mensen van mijn opleiding, 2 vrienden van mij, gebeld. Om alvast even de opdracht van de werkgroep die ik net had gehad te maken. En ik heb hem al ingeleverd. Het hoeft pas over 48 uur ingeleverd te zijn, maar ik dacht, dan ben ik er maar gewoon gelijk vanaf. Ik heb donderdag een presentatie waar ik aan moet werken. En het is mijn taak om nog even de PowerPoint te maken. Ik was al bezig en ik dacht, laat ik het een keer niet op PowerPoint doen, maar op Canva. Canva is een bewerkingsprogramma wat ik ook wel eens voor Just the Label gebruik. Voor Insta dingetjes en ontwerp dingetjes en zo. En ik dacht, hé, je kan hier vast betere schablonen opvinden. Want op PowerPoint hebben ze ook altijd van die schablonen, maar die vind ik zo lelijk. Dus ik dacht, hier zijn ze mooier. En dat is inderdaad zo. Wacht, ik ga het heel kort even jullie laten zien. Het gaat over de gevolgen van kindermishandeling en of deze anders zijn voor jongens dan voor meisjes. Nou, hier heb je dan bijvoorbeeld de definitie van kindermishandeling, gevolgen,
eerste artikel toen we moesten... Oh, mijn plaatje doet het niet. Oké, daar moet ik nog even naar kijken. Nice! Dus daar ben ik bijna mee klaar. Ik moet nog een paar slides maken. Maar dat zal niet langer dan een half uurtje duren. Dus dat geeft me wel echt goede vibes. Want ik zit een beetje soort in een stressmode. Alsof ik heel veel te doen heb. Terwijl het heel erg meevalt. Maar voordat ik dat doe, ik denk dat ik even een nummertje op ga zetten. En even mijn kamer op ga ruimen. Want het is best wel een troep. Helemaal klaar. Oh yeah. Hi. Het is een paar dagen later. Ik heb dinsdag niet meer gefilmd. Ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. Dus als ik dat zo denk, zou ik normaal gesproken mezelf echt pushen en de video alsnog afmaken. Maar toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Dus ik ga hem vandaag gewoon afmaken. En vandaag heb ik toevallig weer vanmiddag online les. En niet zomaar online les. Ik heb namelijk een presentatie online. Maar op zich, daar ben ik niet heel bang voor. Ik heb hem net even doorgenomen voor de eerste keer. En ik ga om 1 uur nog even met het meisje bellen waarmee ik de presentatie doe. En dan kunnen we nog even checken. Het weer is echt vreselijk. Wacht, ik ga het laten zien. Kijk dit dan. Wat is dit? Echt terrible. Maar goed, dat betekent wel dat we lekker een gemotiveerd dagje binnen kunnen hebben. Want we hoeven dus niet naar buiten. Dus ik heb vannacht best wel lekker geslapen. Gisteren ook heel lekker geslapen. En nog een middagdutje gedaan. Dus ik denk dat ik soort van qua slaap wel weer een beetje oké ben. En nu ga ik een verslag schrijven. Want morgen voor 1 uur moet ik een verslag hebben ingeleverd. En ik ben er nog niet aan begonnen. En het kost toch wel een paar uurtjes. Normaal gesproken ben ik helemaal niet zo. Ik maak normaal gesproken altijd alles voor de deadlines. Ben ik al helemaal klaar. Maar nu liep het gewoon even anders. Wat oké is. Ik ga het gewoon op tijd inleveren. Ik ga het vandaag gewoon afmaken. En ik ben gemotiveerd. Ik heb mijn water. Ik zie er goed uit vandaag. Dat helpt ook altijd. Dus laten we even een Word documentje openen. En beginnen met typen. Let's go. Oké, ik ben ongeveer 1,5 uur bezig met het verslag en het gaat goed. Hallo. Maar nu moet ik dus een deel van het verslag. Ik moet 1 A4 schrijven over dit boek. Wat ik niet heb gelezen. Oké, ik heb het gedeeltelijk gelezen. Ik hoop ook niet dat mijn docent dit ziet, maar we gaan het wel even zien. Ik heb geen idee wat ik hieruit ga doen. Ah, het is maar 1 A4'tje, dat komt wel goed. En ik heb een muffin. Die over de datum is, maar dat maakt niet uit. Het is 12 uur en ik ben helemaal klaar. En dat ging nog sneller dan verwacht. De vorige keer was ik langer bezig met deze opdracht. Maar dat was natuurlijk ook omdat het de eerste keer is. En nu is het de tweede keer dat ik deze opdracht heb. Dus ik had al een beetje een, ja, format. Ik denk dat ik hem straks maar gewoon ga inleveren. Ik ga hem nog 1 keer nalezen natuurlijk op spelfoutjes. Zoals we met z'n allen waarschijnlijk wel hebben gemerkt, ben ik niet de beste in een online lesdag vloggen. Het is inmiddels vrijdag en ik heb natuurlijk de afgelopen paar dagen een beetje gefilmd. Normaal gesproken zou ik deze video niet online posten en ik ga nog even kijken bij het editen hoe erg de schade is. Maar het is ook gewoon realistisch. Ik ben niet elke keer gemotiveerd. Ik ga niet elke keer als ik iets ga doen de camera erbij pakken. Dat is natuurlijk ook gewoon logisch. Dus ik wilde alsnog wel even een beetje laten zien hoe ik het doe. En hoe mijn leven er nu een beetje uitziet. Maar voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dit dan zeker hieronder. Want er komen dus oprecht wel gewoon betere video's aan. Daarnaast wil ik je vragen om een duimpje omhoog te doen. En dan hoop ik je ook te zien bij de volgende video. Die wel goed gaat zijn. Yay! Oké, sorry. Ik zal stoppen met slecht over mezelf praten. Maar ik ga er wel vandoor. Dus ik zie jullie later weer. Bye guys!